Hey, goeiedag dames en heren en welkom bij... Serieus? Ja, goeiedag. Serieus? Ja, serieus. Ah ja, serieus, twee deel. Het is deel 2, ja, we hebben heel lang op ons laten wachten. Oh, veel te lang. Maar hier zijn we dan weer terug met een nieuwe show voor jullie. Een nieuwe show voor jullie. Ja, dames en heren. Mooi, mooi, mooi. En deze keer gaan we een aantal interessante personen interviewen. Ja, dat is heel speciaal. Het is heel interessant. Ik weet nog niet direct wie we hebben gaan volgen, maar jij weet dat wel, toch? Ja, natuurlijk weten wij al wie we gaan zien. Alleen jullie weten het nog niet. Dus laten we eraan beginnen en dan kunnen we jullie ons de personen voorstellen. Ja, dat is goed. Tot zo! Tot zo! En heel serieus! Is dat dan nu? Ja. Hey dames en heren en welkom terug bij Serieus, mijn show. We hopen dat jullie al hebben genoten hebben van onze eerste interview. Dan gaan we nu overgaan naar een heel interessant persoon. Hij is een trotse Spanjaard die al meer dan 10 jaar hier in België meer dan is. Kunnen jullie dat geloven? 10 jaar. Ja, daar gaan we nu over. Alasse, daar zijn we vanaf. En dan gaan we nu over naar de Italiaan, de Spanjaard. Tot zo! Goeiedag dames en heren en welkom bij Serieus. En we staan hier bij Stefano, de man die al 10 jaar in België woont en die uit Spanje komt. Stefano, wat doet u in België? Ja, ik ben hier opgegroeid. En ik vind dat hier fantastisch. Ik heb hier heel mijn support system. En ja, het is hier geweldig, hè. Iedereen is hier vriendelijk. Het enigste nadeel is dat kut weer, hè. Ja. En Stefano, jij hebt zo'n mooi blouse aan. Hoe komt dat? Ja, ik zal daarna eens iets zeggen, hè. Ik heb, als ik daar in de United Things, je weet dat wel, hè. En ik was ik daar mijn Stefano ding aan het doen. Hè. En op een gegeven moment pakken ze mij daar mee. En weet je wat? Daar kreeg je van die gratis kleren, zeg. Kreeg ik hier deze hemmetje. En ik zeg het, ik heb ik mij nog nooit zo goed gevoeld. Hè. Elke keer als ik buiten kom, dan zien ze naar mij. Dat is comfortabel. Dat is een schoon kleur. En... ja, ik zeg het. Dat is het beste wat mij ooit is overkomen. En ik heb dan ook nog hier deze. Deze is er ook bij gekomen. Ik weet niet goed wat ik ermee moet doen. Maar ja, het kan altijd helpen, hè, dat je dat hier erbij liggen. Allee, ja. Dus Stefano in de house. Hè. En Stefano, heeft u nog iets te zeggen tegen onze kijkers? Ja, ik zou graag nog even de groetjes doen. Aan mijn maten, de Don Miguel en de Rodrigo, dat zijn mijn bro's. Ik ben er al jaren bevriend mee en ja, Stefano, uit. Hier aan mijn dinges. Dank je. Ja. Wel, terug naar de studio, dames en heren. Goeiedag, dames en heren. En welkom bij Serieus, mijn show. Ik hoop dat je het genoten van het vorige. En nu gaan we over naar iets Caraïbisch. Iets moois, iets suave. Heb je mijn zonnebril gezien? Ze heeft een zonnebril nodig, dames en heren.
Nou, dat even fixen, hè? Ja. Heb jij dat ding mee? De Caraïbische. Waar gaat hij nou naartoe? Niet opletten, dames en heren. Wij zien u zo terug. En ik hoop dat je ervan geniet. Oh, wat man, wacht even, wacht. Hé, hey, lekker douche, hè? Wat doe je hier? Ja, wij zijn van de crew van Serieus. Serieus, wat is dat? Ken ik niet. Serieus is een tv-programma. Wij interviewen vandaag speciale mensen. Waar zijn we, ja? Speciaal? Ja, ik ben wel speciaal, denk je. Waar we zijn, in mijn eigen stulpje, de tikkiebar. Ja, en wat doe je hier zoal? Ah, ik maak hier cocktails normaal, maar met chips tekort over heel de wereld is dat vrij moeilijk. Ja, en hoe ben je hier terecht gekomen? Ik kom eigenlijk van Paramaribo. Dat is een eilandje bij Curaçao. Of bij Suriname, ik ben even de weg kwijt, want dat is met water en al. Ik ken niet hoe waar, ik ken niet zwemmen, zo. Je weet. Dus en ik denk, ik ben hier gekomen. In Zandhoven, je weet, lekker, mooi, in Hof, ja. Ja, en wat is je naam juist? Mijn naam is Toucan. Mijn naam is Toucan. Ja, mijn naam is Toucan en ik maak lekkere cocktails voor jou. Oh, ja. Lekkere cocktails. En wat voor cocktails maak je dan? Zo de hele bekende, zoals Mojero en Mayan Typhoon. Ja, die maak ik ook. De piraat is heel lekker. Zo'n beetje met cola en rum en met ananas erin. Mooi, lekker. En dan heb ik nog een hele speciale. Het is nieuw uitgevonden, hè. Lekker. Zo doorzichtig en al. Bevat geen alcohol, dus je wordt ook niet zat. Het is heel goed voor je hoofd. En er zitten broebels in. En ik noem het. Wacht op, hè. Wacht op. Bruiswater. Lekker douche. Heb je nog iets dat je wil meedelen aan onze kijkers? Ja, zoals je kan zien, je bent altijd welkom in mijn tiki bar. Ik heb ook een palet en palettenkop. Dat heb je lekker mooi. Ik heb ook geweer, als je niet betaalt, ik schiet, niet normaal. Ik heb scalpen, als je wil luisteren, hoor ze. Mooi, dat is ook handig. Je moet niet helemaal naar zien gaan, gewoon naar hier komen. Wat denk je? Welkom. Oké, dankjewel voor je deelname. Dank je, ciao. Voilà, dames en heren. En dat was het dan. Ons programma... Jullie al begonnen zonder mij. Ja. Goeiedag, kijkers. Ja, we hopen dat jullie hebben genoten van ja, onze show. Ja, ik hoop het ook van onze show. Onze show. Ja. Ja. Dus tot de volgende keer, denk ik. Ja, zeker. Ja, tot nog eens, hè. Tot serieus, ja.